Oké, dus we gaan het glas overgevallen maken, hè? Nou, even over hier mee. Hè? Wat is het nou? Dit is de zomer zonder maat! Oh, iedereen is al dom ben. Jongens, hey, wat fout. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag ben ik weer met mijn zussen. En voor de duidelijkheid, want ik kreeg echt bizar veel reacties met... Ja, wat zijn jullie nou van elkaar? Zijn jullie nou zussen? Want die zeggen dat jullie een andere moeder hebben. En ik kijk video's van je, maar zijn je zussen of zijn je halfzussen? Maar nee, we zijn niet zussen van elkaar. We noemen elkaar altijd zussen, omdat we eigenlijk gewoon een soort van met elkaar zijn opgegroeid. Wonen dicht bij elkaar en zijn ons hele leven al vriendinnen. Isabel is mijn nichtje, dus ja, die ken ik ook wel in mijn leven. En ja, Bo is onze beste vriendin eigenlijk. Maar ja, Isabel voelt eigenlijk niet echt als mijn nichtje. Het voelt gewoon alsof we drie beste vriendinnen zijn. Ja. En ja. Ja. Dus ja, zoals je misschien aan de titel al gezien hebt, gaan we de Most Likely To tag doen. Maar we gaan het wel leuk doen, want we gaan hem nu nuchter doen. Ja. En dan gaan we vanavond drinken en dan gaan we hem opnemen en dan gaan we dezelfde vragen beantwoorden, maar dan als we dronken zijn. Dus... waarschijnlijk doe je gewoon hetzelfde naamkaartje omhoog. Nou, dat weten we niet. Misschien zijn we dronken en dan denken we opeens heel anders. Of ze zijn misschien wel echt eerlijk. Dat moet je gewoon laten doen. Nee, dat kan toch? Ja, dat is echt weer Isabel. Ja, maar dat doe ik niet. Oh. We gaan beginnen met de question. Oké, we gaan even beginnen. Is het ook niet leuk? Gebeurd? Nee, we hebben er 5 niet. Nee. Ik denk als je dronken bent en je gaat het doen, dat het echt heel leuk is. Of we moeten gewoon echt alleen opnemen als we dronken zijn. Dronken Most Likely To tag en dan niet nuchter VS. Dronken. Dat je jezelf echt gewoon voor schuld. Yes! Bye bitch! Kom. Doei! Over hier checkers. Hoi, dit is leuk. Anders is het gewoon vanzelf. Nee, zeg gewoon eerst. Oké, dus we gaan last overgevallen maken, hè? Dan doen we morgen wel. Oké, iets wel begrepen. We hebben allemaal een paar vragen. Daar maakt niet uit. Stel dat we bij elkaar werken. Wie zou als eerst zijn vriendin ontslaan? Oké, je hebt eigen bedrijf. Ja. En we zijn allemaal met elkaar werken. Oké. Wie zou zij vriendin eerst ontslaan? Stel, wie zou ik als je ontslaan gaat? Ja. Dat kan je niet meer. 3, 2, 1. Oh. Hoezo ik? Weet niet. Hoe wil jij Isabel? Ja, ik denk gewoon omdat Isabel... Ik ben heel stresserig. Ja. Maar dat niet goed doet werken. Is wel van te stress. Hoezo ik heb echt een klopt, klopt, klopt. Maar hoezo ik dan? Klopt helemaal. Ik verander het. Maar hoezo had je mij gekozen dan? Ja, je bent wel gewoon een bitter wijfie. Zou als eerst een bruiloft verlaten? Hè? Dus stel ik zou trouwen en eerst een bruiloft verlaten. Ja. Oh, je bedoelt als je bijna gaat trouwen? Ja. 1. Gewoon zelf. Hè? Zeg geen goed teken. Zo, je ogen, dat lijkt me zo. Oké, volgende. Nu kom mijn bitch. Oké, wie zou eerst verliefd worden op zijn leraar? Ja, ik weet het al. 3, 2, 1. Sowieso Sarah. Ik. Ja? Ja. Oké, even opnieuw. Oké, de vraag. Wie zou als eerst verliefd worden op de leraar? Maar dat was niet mijn leraar. Iets is zichzelf het snelst verschrikt. Nou, maar nuchter of dronken? Dat maakt niet uit. 3, 2, 1.
Ja, Isabel, ja. Ik heb de naam. Oh nee, ik doe Wie zal het eerst gaan strippen in een stripclub? Oké. Nou, even over hier mee. Oké, wie zal het eerst even doen? Oké, dan is Sarah gewoon. Ik heb Sarah. Ja, en ik heb, nou, weet je, dit is echt een kutvraag. Even nee, dat is leuk. Ligt je allemaal drank op de grond? Ja, dan ligt je toch al. Oké, dus een glas overgevallen maken, hè? Ik wil echt niet mee voor. Nee. Wie zou het eerst ongetrouwd blijven als de rest van haar leven? Nee. Hè? Wat is het nou? Nou, niet echt. Ik haat jongens. Ja. Maar ik wil echt nooit trouwen. Bo, jij gaat wel trouwen. Ja. Bo, jij had kinderen op je drieën. Ja. Ik weet niet. Nou, dat hoeft niet getrouwd te zijn. Ja, nou. Wie zal doodgaan om iets stoms? Oké, 3, 2, 1. Isabel. Isabel. Ja. Ik ga weer dood. Omdat ik weer iets stoms doe. Echt hoor. Ik ben weer zo'n mogol die denkt van... Foto wereld. Ik moet even kijken hoe ik dit doe. Oké, jongens. Oké, ik weet nu al. 3, 2, 1. Ik. Wie zou het eerst open versieren? Een ober. Ja. Oké, ik weet het meteen al. 3, 2, 1. Bo. Ja. Hè? Ja, 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 zelf toch ook. Uit de pullenbak halen, ze eromheen gooien. Nee, gadverdamme. Deze is mooi. Wie krijgt als eerste een auto? Oké, 3, 2, 1. Wow, ik moet even denken. Ja. Nou, dat is echt niet meer te denken. Ja, ik moet even een kaartje wisselen, hè. 3, 2, 1. Sarah. Sarah. Gooi, jij rijdt zo ongevaarlijk. Ze rijdt zeg maar ongecontroleerd. Ja, maar toch gaat het altijd goed. Ja, wacht ja, maar even. Ja, ja, wacht maar. Zeg ik maar. Rond van het gewoon komen, hè? Ja, boeien, het is gewoon door. Moet... Oh. Ja, maar het gaat gewoon goed. Wie zal het eerst een fake ID gebruiken en zijn naam vergeten? 3, 2, 1. Is. Hè? Isabel. Ik sowieso. Isabel. Ik ben er te stressig voor. Isabel snapt dat niet hoor. Ik onthoud dat wel. Nou, dat is een boel. Van die fake ID de naam vergeten. Zo. Isabel. Ja, want ik ben zo'n loser. Ik, oh ja, hey, ik ben Isabel. Weet je al, sta ik in de rij. Ik heette dus Beep Beep Beep. En... Sorry. Er is toch nog niet. Ik kan helemaal niet meer mee. Jongens, hey, wat fout. Ja, nu. En nu. Doei. Dit is eigenlijk van de video. Nee. Jongens. Leuk voor het kijken. Volg ons op Instagram. Mij ook. Subscribe. See you next time. Bye.